Waar zit nou voor jou dat grote verschil als je in zo'n divers team werkt? Brengt een andere dynamiek. Dan bereik ik niet genoeg vrouwen. Proberen meer vrouwen de politiek in te krijgen. Er moeten vrouwelijke voorbeelden zijn. En is dat het resultaat van bewust beleid? Ik denk nog steeds dat er gekozen wordt voor de beste kandidaat. Wat ik dan weet uit de theorievorming en het onderzoek is dat fundamentele politieke gevoelens, houdingen, emoties en instellingen, dat die eigenlijk al op hele jonge leeftijd worden verworven. Die krijg je als kind, okay. Als meisje. Krijg je dat al mee? Ja. He, is jouw moeder burgemeester? Ja. Nou, dan... Ja, dan wordt je als kind ook de kans groter. Heel gewoon. Ik ben vrouwelijke burgemeester. Ik heb zelf 2 kinderen. Die krijgen dat vanzelf allemaal wel mee. Wat zou... Als ik zou willen bijdragen als vrouwelijke burgemeester aan dat planten van dat zaadje, wat zou ik dan als burgemeester moeten doen? Heel cruciaal is de eerste keer dat je mag stemmen. Want we weten, als je de eerste keer als jongere hebt gestemd, dan is de kans heel groot dat je de tweede keer ook gaat. Okay. En na 3 keer, dan is het... Dan is het patroon. Ja, dan wordt stemmen een gewoonte. Gewoon verkiezingen, okay, ik ga stemmen. Dan ga je er niet meer over nadenken, dan is het vanzelfsprekend. Je gaat stemmen. Tenminste, als er iemand iets, een partij is waar je op wilt stemmen natuurlijk. Maar dat is stap 2. Ja. Dus ik zeg altijd tegen ouders, als je kind voor de eerste keer mag stemmen, maak er een hoogtijdag van de democratie van, een feest. Ga met z'n allen, het hele gezin, ga na afloop lekker koffie, taartje of een milkshake, weet ik wel wat. Maar maak er een feest van. Ja. Als burgemeester kun je natuurlijk van tevoren al jouw jongeren in jouw gemeente enthousiast maken voor de verkiezingen. Want dat is een cruciaal, cruciaal moment in het leven. De eerste keer gaan stemmen als het mag? Ja, wij noemen dat de first time voters. De mensen die voor de eerste keer mogen stemmen. Dat is heel cruciaal. Als je dan dat stempatroon erin brengt, dan... Dat is al heel belangrijk. Burgerschapsles is nu ook verplicht, hè? Ja. Er zijn wellicht nog een aantal docenten maatschappijleer die zitten te kijken. Wat zijn nou de dingen waardoor u zegt vanuit de wetenschap, jij zegt vanuit de wetenschap, dat stimuleert specifiek meisjes om dan ook iets te gaan doen? Als je niet je richt op de structuren, hè, dus, want niet een soort staatsinrichting, daarvan weten we, dat werkt niet. Nee. En dat is ook zo ongelooflijk saai. Hè? Hoeveel leden zitten in de Tweede Kamer? Ja, interessant. Maar is dat belangrijk? Ja, een beetje, maar niet echt. Waar het om gaat, is wat die Tweede Kamer bespreekt. Welke onderwerpen komen er langs? Dus als je jongeren vraagt, ben je geïnteresseerd in politiek? Dan zeggen maar weinig jongeren echt, ja, ik ben hartstikke geïnteresseerd. Maar als je zegt, ben je geïnteresseerd in het klimaat? Hè? In werk krijgen? Hoe de school georganiseerd is? Daar is heel veel interesse voor. Dat moet je op school doen. Maar het mooie is ook als je dat buitenschool doet. De theorie enzovoort, een beetje in het leslokaal en daarna met z'n allen naar Den Haag. Of naar het provinciehuis, of naar het gemeentehuis. Ja? Speel maar eens een gemeenteraad. Ik wou net zeggen, ook dat spelletje wat je met lagere schooljongeren kinderen kunt spelen. Exact. Met dat je met elkaar moet onderhandelen over hoe je de stad inricht. Ja. Dus in Den Haag is het natuurlijk om zelf te praten met kamerleden en met ministers. En in de gemeente, je eigen gemeente, met de burgemeester te ontmoeten, een paar mensen uit de raad. Kijk, dan gaat het leven. Wellicht iets minder ambitieus doen we natuurlijk al in de klasmaatschappij leren. En toch is er een verschil tussen de hoeveelheid jongens en mannen die de politiek ingaan, wethouder worden, burgemeester worden, en meisjes die dat doen. Ja. Zijn er dingen aan te wijzen die maken dat verschil verklaarbaar is? Ja, nou, de meisjes worden nog niet zo erg gestimuleerd. Ik bedoel, dit zijn nog wat wij weten, dat is dat nauwelijks gebeurt. En op maatschappijleer op scholen, daar kan ook nog een heleboel verbeterd worden. Ik denk dat als je echt... Het moet thuis beginnen, in de gezin. Dan lijkt het alsof je zegt, als er al politiek gestimuleerd wordt thuis... Landt dat wellicht wel bij de jongens, maar minder bij de meisjes, of misschien worden ze minder gestimuleerd ook. Zijn er andere factoren die maken dat, stel dat ze op dezelfde manier bejegend worden en gestimuleerd, die toch maken dat die meiden daar minder voor kiezen?
Ja, wat we weten, meisjes hebben doorgaans wat minder zelfvertrouwen. Dus dat is wel heel belangrijk. Kijk, als mensen actief worden, maakt niet uit wat, dan zijn er drie dingen van belang. Dat is, mensen moeten het kunnen en ook het gevoel hebben dat ze het kunnen. Mensen moeten het willen en mensen moeten worden gevraagd, uitgenodigd, gepusht. Die drie dingen. Nou, kunnen. Wij weten uit onderzoek dat meisjes denken dat ze weinig weten van politiek. Hè? In vergelijking met jongens valt dat reuze mee eigenlijk. Alleen dat is het verschil in inschatting en eigen kennis. Waardoor is dat verschil? Dat zit niet biologisch. Dat zit in de opvoeding. Dat krijg je mee. En daarom is het belangrijk dat ouders zich daar bewust van zijn. Je moet mensen stimuleren. En kinderen moet stimuleren. Het is natuurlijk heel moeilijk, maar het onderwijs over politiek en bestuur, dat begint altijd, zeg ik, met min 20. Hè, dus je moet heel veel al investeren om punt 0 te bereiken. Dat al die vooroordelen, stereotypen, onjuiste dingen, dat je die al gecorrigeerd hebt. Nou, dan moet je nog verder om dat nog positief te maken. Wat je ook ziet is in verschillende gemeentes kindergemeenteraden, kinderburgemeesters. Ja. Draagt dat daar aan bij? Is dat belangrijk? Heel belangrijk. Breng die kinderen in contact met politiek en bestuur. Via iemand waarmee ze zich ook kunnen herkennen? Absoluut. Daarom zijn die vrouwen weer zo belangrijk, dat ook meisjes een rolmodel hebben. Ze kunnen zich mee identificeren. Goh, je kunt als meisje burgemeester worden. Goh, ik heb altijd gedacht dat het alleen mannen zijn. Nee. En een vrouw heet ook gewoon burgemeester, niet burgemeesteres. Dat leren ze. Je kunt ze natuurlijk vertellen of een boekje laten lezen, maar in gesprekken, het met eigen ogen zien, met eigen ogen horen, ja, dat blijft hangen. Maar fenomenen als kindergemeenteraad, kinderburgemeester, er is zelfs een landelijke dag voor kinderburgemeesters. Dat zijn in jouw beleving voor hen belangrijke voorbeelden, voor die introductie in de politiek. Absoluut. Je ziet waar gemeentes, waar de burgemeester ook bijvoorbeeld actief is om jongeren voor de eerste keer naar de stembus te brengen. Ja. En om ze aan te moedigen, te stimuleren enzovoort. Dat daar de opkomst ook hoger is dan waar dat niet gebeurt. Ja. Het heeft zin om dat te doen. Kijk, wat nog een dimensie is die misschien bij mijn woorden kan een beetje rationaliteit blijken. Van we moeten ze dingen leren en zo. Maar dat is natuurlijk ook maar één kant van de waarheid. Ik bedoel, wij weten uit dat gedrag vooral door emoties worden gestuurd. Dat zit ook in het woord emotie. Hè? Dus het gaat er ook om een heel positieve emotie tot stand te brengen. Hè? Dat mensen enthousiast worden. En wat is daar voorwaardelijk voor, dat je enthousiast ervoor wordt? Wat moet er dan getriggerd worden? Degene die het vertelt en die zelf bezig is, dat die enthousiast is. Ja. Hè? Emoties zijn heel makkelijk overdraagbaar. Je moet niet alleen de voorbeeld mensen hebben, maar die moet daar ook nog enthousiast over zijn. Ja, dus het gaat om informatie, maar ook om betrokkenheid, emotie, laten zien dat eigen politiek soms heel moeilijk is, maar ook heel belangrijk is dat je iets kunt bereiken, dat je enthousiast bent als je iets tot stand hebt gebracht. Ja. Dus het betekent, en daarvoor heb je ook die mensen nodig, want in een lesboek of wat dan ook, daar zit geen emotie in. Of eigenlijk niet, nauwelijks. Dus dan moet je het hebben via filmpjes of gewoon door de ontmoeting. Ja. Hè? Dat je het voelt, ruikt. En... Ja. De cognitie is niet genoeg. Nee. He, menselijk gedrag wordt meer door emoties bepaald dan door de ratio. Ja. Meestal eerst door de emotie, later de ratio. Dus je moet beide hebben. In dat politieke socialisatieonderzoek, daar spreken we over socialisatoren. Dus dat zijn de personen, instanties die invloed uitoefenen op anderen. Ja. He? Dus bijvoorbeeld, als je dus vraagt aan kinderen of zo, dan noemen ze ook vaak de opa. Waar ze voor het eerst iets hebben gehoord. Nou, bij sociale media, tot mijn verbazing, noemen sommige mensen, jongeren zelf, zichzelf influencer. Ja. En die zijn daar, die verdienen daar ook wat mee, maar dat vinden ze mooi, dat ze influencer zijn. Ja. Nou, denk ik van, nou, als nou zo'n meisje ook... De politiek in zou gaan. Want dat is het eigenlijk, dat is een parallel. Ja. Oké, en dan andersom, als er veel controverse is in die politiek, veel, nou ja, lange vergaderingen... Ja, nou ja, dat is, nou eerlijk zijn. Verhitte wisselingen, je ziet het in de Tweede Kamer ook. Wat voor effect heeft dat voor mensen, hoe ze zich voelen ten opzichte van die politiek? Ik moet dat uitleggen. Kijk, dat is dan wel een beetje rationeel. Je moet dingen uitleggen. Waarom er weinig mensen in de Kamer zitten? Waarom doen ze dat nou zo?
Maar als je met kinderen, met jongeren en met, ook met iedereen gewoon in Den Haag bent, dan zie je dat de tegenstanders toch ook op het plein met elkaar een biertje drinken. Hè? Dus dat is belangrijk om ze dat... Om dat ook zichtbaar, dat deel ook zichtbaar te maken. Ja, en als je in de kamer bent, je ziet bijna niemand, je ziet mensen op het plein gezellig zitten met elkaar, de grootste tegenstanders. Nou, natuurlijk is er sprake van verharding. Het wordt allemaal moeilijker. Het wordt steeds zwaarder om politicus en bestuurder te zijn. Ook door natuurlijk de sociale media, wat natuurlijk een destructieve invloed heeft op de politiek. Naast een constructieve, beide. Dan de twee kanten van de medaille. Maar goed, maar dat kun je dan, dat moet je dan laten zien. Ja.